De anticorruptiewet alleen is niet genoeg om corruptie te bestrijden. Dit zegt Karel Breeveld, voorzitter van de partij Doe, gisteren tijdens de behandeling van de anticorruptiewet in de Nationale Assemblée. Breeveld heeft zich de afgelopen jaren heel sterk gemaakt voor de anticorruptiewet. En ziet daarom onder andere de flankerende wetten graag tegemoet. Het gaat in deze om wetten die een integriteitsbeleid moeten stimuleren. De politicus zei verder dat hij heel veel hoop had toen de president in 2010 in de Nationale Assemblée verklaarde dat er een kruistocht tegen corruptie gevoerd zou worden. Helaas zijn er situaties geweest die haak stonden op deze uitspraak, zegt hij. Ik heb soms twijfels over de politieke wil van onze politieke partijen en wij als politieke leiders om het daadwerkelijk te realiseren. Voorzitter, ik hoor wel eens uitspraken als corruptie is een wereldwijd probleem. Denk je dat het in Suriname bestreden zal worden? Of corruptie is iets van alle tijden? Ik ga niet mee met deze uitspraken, omdat ik vind dat men op deze wijze corruptie in stand blijft houden en niets concreets doet om verandering te brengen. En het is wat ik vind een slachtofferrol aannemen, bewust of onbewust. Bewust in de zin van libasan fasande, nogo jugu jugu, eenmaal asande so, libeso. Maar ook onbewust in de zin van moedeloosheid. Van ja, gunst, het is zo zinloos om hieraan te beginnen. Eenmaal asande sokba. Ik denk dat we als samenleving niet een slachtofferrol mogen aannemen. Tijdens een interruptie vroeg NDP-parlementariër Ronald Hooghart zich af waar de wil van de kerk is om anticorruptie te bestrijden. Ik praat over de wil om die mindset te veranderen. De kerk heeft verschrikkelijk veel invloed op de mensheid. Laat de kerk dan beginnen daar. En ik wil toch wel iets kwijt. Wanneer we gekozen hebben om binnen een politieke constellatie te zijn, dan moeten we daar blijven om die kruistocht tegen de dingen waarom we zijn gegaan te nemen. Maar als we eruit stappen, dan hebben we die kruistocht niet volvoerd. Laten we dat leren en dat bekijken. We moeten samen die kruistocht voeren tegen iets. Aldus NDP-parlementariër Ronald Hooghart. Hij sprak donderdag bij de behandeling van de anticorruptiewet in de Nationale Assemblée. De vergadering wordt op 10 januari voortgezet.